We kunnen gaan huldigen, dames en heren, de winnaars. Ismalev Boko, de driejarige bruine hengst van Virtual Boko en Temple Boko. In eigendom van de Dravid Stables, trainer en rijder Patrick De Haan. Volledig een officiële uitslag van de negende koers. Die werd gewonnen door de 5 Ismalev Boko, kilometertijd 1:19:03. Tweede geplaatst nummer 8 Nahima. Derde de 4 Gold Rush H. Vierde de 2 I'm Zandbergen. En vijfde de nummer 1 Green Investment. 5-8-4-2-1. We gaan straks het programma besluiten met de laatste koers. Tiende koers Beterschap Mr. Duindicht Piet Borstboomprijs. In deze koers moet u schrappen nummer 4 Cruise Control en 6 Vartaba. Er komen 8 paarden aan de start. De nummer 2 Eagle Transair wordt nu gereden door Wim van der Mespel. Ismalev Boko, hij was wat druk. Hij is nu toch tot stilstand gekomen op de huldigingsplaats. Bloemen worden aangeboden aan Patrick De Haan. En Patrick neemt weer plaats in de sulky, dames en heren. En graag uw applaus voor de winnaars. Ismalev Boko, Patrick De Haan.